Yo, kijkers van Dus David Games, Lars en David hi, weer terug hallo, met een gloednieuwe. Hou je mond, ik ben mijn intro aan het doen. Oh. Oh. Dat jij dan maar. Durf ik niet. Pussy, die komt natuurlijk omdat je de vorige keer gewonnen hebt. En dan wil die gewoon echt niks meer doen. Misschien. Echt vervelend. 5-5, potverdorie. Ja. Echt, ik wil gewoon deze map winnen. Het moet. We zitten hier op Ring of Fire. Zal ik hem voorlezen? Nou, doe maar. Lees maar voor. Het is een survival map. De map is natuurlijk om bedoeld om te survivalen en challenges te doen. Je hebt resources die je nodig hebt. Diamond, iron ore. Emeralds, die zijn ook over de hele map verspreid. En die heb je nodig om Eyes of Ender te krijgen. Om uiteindelijk de End portal in te gaan. Nou, de End is uitgeschakeld, maar gewoon als wij dat dus klaar hebben, dan zijn we klaar. Daar komt het neer. Ja, als we dat hebben, dan is het goed. Ja, inderdaad. Ga dus naar de End en then leave. You don't have to do anything in the End. Dus inderdaad, dat is ook gewoon het einde. Maar je moet een brug bouwen naar het midden, naar Nether Island. Ja. Nou, dat is niet zo moeilijk. Dan moet je de Nether ingaan. Dat is ook een challenge. Je staat al aan. Bouw een brug en ga naar de geheime eilanden. Ja, ik zag er daar een. Ik zag er ook een. Is dat een geheim eiland? Denk het. Maak een enchantment table, maak een huis en zoek kisten. Nou, trouwens, voor mij heb ik die andere ook al gevonden. Jij bedoelt die daar, hè? Die daar in de verte. Ja, die daar in de verte. Maar kijk, wat zit daar boven dan? Oh, hey. Lol. Wat bedoel ik? Die zou ik echt gewoon over het hoofd hebben gezien. To be honest. Ja, dat kan. Hé, hey, weet je wat we gaan doen? We gaan hout hakken. Gewoon, nou, als jij die boom pakt, pak ik deze. Mijn boom is mooi, hè? Oh, wat zit daar? Mijn boom is groter. Er zit iets onder, joh, op dat ding. Zou dat misschien de end portal kunnen zijn? Onder het eiland? Nee. Onder die, ja, dat hoogste eilandje. Er zit iets onder. Ik weet niet wat, maar ik zie het. Dat zijn diamonds. Ik ruik het. Oh, is dat zo? Het ziet eruit als diamonds. Diamond ore. Ik heb mijn Optifine niet aan, dus het zou kunnen. Oh, cheater. Oké, weet je wat? Fuck it, ik neem deze boom ook nog. Ik wil ze allemaal. Verzamel alle bomen. Maar gaan we uiteindelijk nog naar de geheime eilanden toe? Ja, als we er kunnen komen. Maar ik denk eigenlijk dat het gewoon ons doel moet zijn om zo snel mogelijk dan bij die end te komen. Dat was het idee. Ja. Maar daarvoor hebben we hebben we obsidian nodig. En dat is niet hier. Zie ik. Nee, maar wel er verderop. Waar? Zie jij obsidian? Ja, daar, bij de portal. Oh, er is al een portal! Oh, jezus. Ja, er is al een portal. Zit je niet op te letten? Ik zie een... Dit wat een easy win voor de Vaco. Lars, kijk, kom eens hier. Dat is echt zo grappig. Nou, ja, dat is zo grappig. Is die lief? Ja, eens kijken. Wat is? Kijk eens een schaapje. Ah, schaapje. Kijk eens een schaapje. Oh, wat een klote schaap. Hey, hier nog één. Lars, kijk eens. Oh, zo'n aai. Jij mag die doen. Doe hem. Oh. Dan gaat het eten. Goed gedaan. Dan gaat onze lunch. Oh, ik heb last van mijn ogen. Oh jee. Weet ik niet, het was gewoon een beetje een moment. Ah ja. Ja, dat heb ik ook wel eens. Momentjes. Ja, trouwens, ik denk dat wij zo'n... wat is dit? Dat was een boom. Ik denk dat we zo'n 40 blokken nodig hebben om naar dat ding te gaan. Ik heb er nou 56 van hout. Ik heb er 9 keer 4 is 36. Ik ga deze boom nog even slopen. En dan ga ik er gewoon heen. Ik weet niet wat jij doet, maar ik loop achter je aan, ik wil het gewoon zien. 5-5, ja, Lars! 5-5, we staan gelijk! Het is, ja, daarom, het is ik moet even nog winnen. Nooit zo spannend geweest, dames en heren. Mee het eens. Is... En hoe kwam het dat het 5-5 was? Door jouw fout. Omdat de Vaco risico ging nemen. En dat moet hij dus gewoon niet doen. Die eerste punten die heb ik allemaal verdiend. Door gewoon Lars! Rustig achter jou aan te lopen je, en jou de fout te Weet je wat hier zit? Pizza. Nee. Kijk, kom eens. Zie je mij? Weet je waar ik ben? Kijk eens wat hier zit. Hier zit een kip. Oh, cute. En een ei. Wil je het ei hebben? Daar ligt hij. Ja. Pak het ei. Ja. Dankjewel. Dat doe je weer iets gevaarlijks, hè? Oh, ja. Maar dat maakt niet uit. Voor kippen wil ik risico nemen. Oké. Okay. Ik ga hier mijn houten brug maken. Hé, hey, kip valt heel langzaam naar beneden. Oh, dag kipje. Doei. Veel plezier naar beneden. Daar gaan we dan, Lars. Je gaat ook echt naar dat eiland. Ik wil die wel eens even bekijken. Ik denk dat daar een kist staat. Ja, zo'n vermoeden heb ik ook, ja. Daar is een kist. Ik denk dat de kist boven. Hé, weet je hoe deze map heet? Eye of Fire of zoiets? Ring of Fire.
The Ring of Fire. Ja, team can do a burning ring of fire. En het burns. The Ring of Fire. Niemand weet wie Johnny Cash is. Gok ik. Waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk van... Is dat een nummer van Justin Bieber? Probably. Justin Bieber heeft vast nagedaan, aangezien het succesvol was. Oh, ik ben er. Oh, mooi. Welke kist heb jij gezien dan? Boven in de boom. Oh. Ik weet niet of dat echt waar was. Of dat ik het fout gezien... Nee, ik heb het fout gezien. Sorry. Maakt niet uit. We gaan even kijken of hier... Ja, er gaat toch niet vertellen dat hier niks zit? Jawel, hij zit eronder. Oh. Holy shit! Oh, voor mij! Oh, must voor mij. Get voor everything! Mij. Zo, hup. Ik heb niet zoveel. Hey, wat nou als hier nou onder nou nog meer zit? Diamonds, bijvoorbeeld. Als dat zo is. En emeralds. Als ze dat gedaan hebben. Wat als hier... Kijk eens wat eronder zit. Serieus, het zit er gewoon echt onder. Oh. Oké, nou dan maken we even een workbench. Ho, stop, ho. Wat doe je? Bij dat andere eiland, daar in de verte, ja? Zit het op de bodem. Dus de kans bestaat dat als we dit weghakken, dat we dan dat de boel naar beneden valt. Ja. Dus daar moeten we eventjes een voorzorgsmaatregel voor nemen. Nou, we moeten eerst steen hebben, dus ik denk dat ik even... Oh, wacht, we hebben natuurlijk gold. Never mind. Zo, we pakken wat stickies. En doen we zo. Lekker sticky. Lekker sticky. Met een gold pickaxe kun je toch ook gewoon... Ja, dat kan wel, volgens mij. Tuurlijk, waarom niet? Ik weet alleen niet of je diamond ermee kan hakken. Nee, dat niet. Dan moet je iron hebben. Dus we even kijken wat er... Kijk, hier stone. Dat is ook heel erg fijn. Ik hou van stone. Ich liebe das! Liebe das Stein? Zo, die dingen gaan snel, hé. Die gold pickaxe, die hakken er doorheen. Is die nou? Nou, moment suprem. Inderdaad. Bodempje. Dus wat we nodig hebben daarvoor, ja, is water. Zodat we eronder kunnen zitten en dan hop hop. Dus we hebben nog geen water, maar we moeten even iron hebben. Dat wordt... Oh. Ah, ho! Goh, jezus, tering. Oeh, ho! Wil jij dat nooit meer doen? Ja, nee, sorry, maar... Ik schrok mezelf. Je schrok jezelf. 2 extra tepels. Zo erg schrok ik mezelf. Echt. Goed verhaal. Ja, best wel. Ga je inhalen. Ik zou niet gaan rennen, ouwe. Jawel, ik wel. Ik heb toch een heleboel appels. Oeh. I don't care. Hey, kijk eens hier, kijk eens hier. Hier zit het... Nou, we hebben weer wat hips. Hier zit het ook gewoon. I kid you not. Dan zal het hele eiland vol zitten. Denk het. Hé, kool! Ja. Mooi. Het enige wat ik wil is ijzer eigenlijk, to be honest. Ja, zullen we eens kijken wat ik zag daar, een marktkraampje. Mm-hmm. Ik weet niet of dat daar, of dat publiekelijk is, maar ik maak er bij deze een publiekelijke marktkraam van. Waarom niet, anders had hij daar zijn marktkraam niet open moeten slaan. Hé, en water! Ah, wat zeg! Mochten we dat nodig hebben, moeten we eerst een emmer hebben en iron. Ah, lekker een bad. Alles draait om iron hier. Yep. Hé, lava! Mooi. En villagers! Wat? Weten die gasten nog wat? Bottle of Enchanting. Oh, dat is het. Jezus. Ik noem deze gozer Ari. Oh, dat is wel cool voor Emerald. Wat een afzetter, man. Ja, daar heb ik ook niet zoveel aan. Voor mij is er nog een huisje ergens, toch? Ja, verderop. Ah. De grapjes. Oeh, staat hier nog een boom? Ik heb een kist gevonden. Hé, hey, ja, daar staan bedden. Of niet? Ah, we hebben emmers. En... Hé, hey, goed. Jammer dat er geen eten in zit. Deze wil... Eye of Ender ruilen. Voor wat? Oh ja, die moeten we... Emeralds. Die moeten we uiteindelijk hebben. Pak alle tools eventjes. Pak jij... pak jij de dingen? De dingen? Ja. Oh ja, de dingen. Ik heb de dingen. Ik heb alle dingen. Oké. Okay, heleboel dingen. Maar alle dingen. Hoe komen we in godsnaam aan iron? Zo klonk dat. Oké, ik ga hier gewoon even random graven. Kijk wat hierom. Oh, pas op, Lars. Die staat weer in mij. Dan krijg je weer een klap. Ja, dat deed ik dus net ook. Dat voelde best goed. Hé, lapis lazuli, jongens. Joepie. Laten we daar vooral niks mee doen. Nee, wat ik wil is ijzer. Maar... Ja, maar krijgen wij altijd wat we willen? Een redstone. Jongens, ze hebben alles erin gedaan behalve ijzer. Hoe gaan we dan ooit... Goud! Of kun je met goud gewoon alsnog diamond hakken? Even kijken. Kijken of we deze kunnen hakken. Nee, dan is het dus een lower tier. Dat is kloten. Best wel slecht. Een emerald. Zou ook alleen maar met een ijzeren kunnen. Oké, wat nou als ijzer in de nether zou zitten? Dat zou kut zijn. Dan moeten we dus eerst helemaal naar dat... Maar het is toch helemaal niet zo moeilijk om naar dat eilandje in het midden te komen? Nee, maar wou je er al heen? Ja, ijzer! IJzer! Ja, voordat we dan iets doen. Je hebt ook ijzer. Oh, je bedoelde deze? Nee. Ja, ik wees naar die. Daar.
Hop. Hop. Dat is één. Maar... moeten meer. Hé, hey, nog meer. The ring of ijzer. Pfizer, the ring of iron. Ik moet gewoon echt niet zingen. Wat was, hoe ging de kipparodie ook weer? Dit is het kippen. Kakel! Kakel aan de kippen! Trouwens, mijn ding is bijna weg hoor. Mijn schep. Maakt niet uit. Het is mijn schep, schep. Ja. Maar daar moet je ook vast wel een liedje mee kunnen maken. Er is vast wel een liedje wat alleen maar over scheppen gaat. Of wat eenzelfde woord 80 keer herhaalt. God damn it, Lars, help eens mee met graven voordat die mobs komen. Zat hij trouwens op easy? Dat moest wel. Weet ik het. Oh, ik zie daar iets lopen. Wat is dat, Lars? Ik ben bang. Is al. Kom eraan. Oh, zombie. Oh, die wil gewoon even winkelen, joh. Laat hem lekker. Ga hem nog lokken met appels of niet? Nee, ik ga hem hartstikke doodslaan. Oh jee. Ik ga hier van een afstandje kijken hoe jij dat doet. Goed zo, David. Pak hem, jongen. Got him. Is het gelukt? Mooi. Heb je nog een schep? Ik heb echt werkelijk helemaal niks. God damn it. Ik heb melon seeds en pumpkin seeds. Want we hebben nu 2 iron. Dat is niet genoeg. Nee. Maar wat zegt dat er niet gewoon nog veel meer onder de grond zit? Als er 2 zijn, dan zullen er vast wel meer zijn. Ja, maar jij schiet niet op. Ik vroeg net om een schep, maar je komt er niet mee. Nee, ik heb er zelf, één gemaakt, hoor. Laat maar. Nee, nou wil ik er ook eentje. Mag ik een stukje steen van je? Ja. Mag dat dan ook? Jawel! Oh, fijn. Ik ben bezig. Kom nou. Wat ik heb voor jou is een schep. Ja, lekker. Een tweedehands schep. Hij heeft een schep. Is het hier ijzer onder? Goddammit, ik zie bijna niks. Dus... Waarom zie jij niks? Het is voor mij echt super duidelijk. Wat heb je met je computer gedaan dat je niks ziet? Gewoon, ik zie het niet zo goed. Weet je, wat we gaan doen is we maken hier wat licht, zo. Oh, licht in de duisternis. Heb je al wat gevonden? Ja, lapis, heel veel. God damn it. We don't need that. Oh, een emerald. Zal ik trouwens, cool. zal ik een, ja, weet je wat ik ga doen? Nou, vertel eens, wat gaat David doen? Geen idee. Oh, ik ga wegrennen voor skeletons, heel veel. Ah, Lars. Pussy. Oeh, gewoon een skeleton. But I don't care. Oh, daar is die. Hoi. Ga je niet dood, Lars? Pas je op? Nee hoor, ik map ze gewoon naar beneden. Bam! Sterf! Oh, je bent al dood. Maar ik heb ze even opgelost hoor. Mooi zo. Ja, wat ik dus van plan was, voordat ik bijna dood ging daar, is even het hout pakken. En dan maak ik even een oventje. En dan maak ik fakkels. Smart. Hey. Waarom gaan we niet gewoon slapen? Oh ja. Ik zag inderdaad ook bedden net. Ja. Ja, dus waarom pakken we die niet gewoon? Een stuk easier. The lazy man's way. Er zit hier geen ijzer meer. Wat op zich best wel jammer is, want ik kan best wel wat ijzer gebruiken. Weet je hoor. Oh jee. Gezellig. Ik moet het allemaal weer in mijn uppie oplossen. Nou, vooruit. Dan gaan wij gewoon eens even kijken wat hier allemaal onder zit. Ik wil gewoon ijzer hebben. Waarom zit hier geen ijzer? Wat is dat voor armoei? Land, gimme ze meer ijzer, jetzt. Und schnell. Oh nee, ho! Wat gebeurt er? Wat doe je? Daar, ik word aangevallen en die villager is ontsnapt. Meen je? De villager die we nodig hadden? Ja, die ruil villager. Die loopt nu langs mij. Hoi! Ik zal hem wel even opsluiten. Ik ben de... Sorry, waarom heb je eronder... Nee. Jawel. Nee, niet van het ruil... Nee! Zombies... Auw! Wat heb je gedaan? De zombies hebben Piet de villager van de rand afgeduwd. En dat was net die ene die we nodig hadden? Ik weet niet wat die wilde, nee, maar... Nee, ik heb hier nog... Oh ja, dat was net die. Nee, die andere die waren er ook nog. Hop. Zullen wij heel gauw gaan slapen? Lijkt me een heel strak plan. Ik heb hier gesterf. Ja, maar die andere, die had alleen maar enchantment bottles en geen Ender Eye. Nee, die stonden verderop, diegene die Ender Eye hadden. Is dat zo? Ja, die stonden pas bij dat andere dingetje, bij die... Fuck die hele gast dan. Gaan we nu naar dat bed? Ja, dat is die kant op. Welke kant op? Oh, verderop. Daar. Maar er staan skeletons, dus ik durf eigenlijk niet. Nou, want eerst wat we dan doen is een oventje maken. Waar staat mijn workbench? Achter je. Oh. ja, oven. Goedemorgen. Dat duurt even, maar dan heb je ook wat. Zeker. Ja.
Kennis staat Kees de Zombie, staat daar beneden. Ja, er staat er wel één, hè, hier. Heel raar. Ja, heel gezellig. Hallo. Waar is mijn... Oh, hier. Mijn hout. Doei, dag Kees de Zombie. Oh, verkeerd om. Zo. Ja, daar komt hij. Oeh, licht. Ja, nou, zo meteen hebben we fakkels en dan komt het helemaal goed. Heb je... Wat komt eruit dan? Ja, dat weet ik niet. Oh, even een paar lekkere appeltjes eten. Oh, lekker. Oh, die appels. Mm. Ik heb het niet meer, sorry. Zijn weg. Ik heb een gouden appel. En ik heb er nog... Oh, wacht. Ik heb er nog 14, joh. Oh, best wel veel dingen hier. God damn it. Wat? We? Dit zijn mijn gouden appels. Ja, nee, maar ik zei we hebben hier best wel veel. Ik heb ook gouden appels, maar niet zoveel. You don't get any of them. They are all mine. I want de gouden appel, please. Je hebt trouwens zelfs een enchanted golden apple, hè? Aha, klopt. Dat is echt heel erg bazig. Maar wat kan die dan meer dan een gewone golden apple? Oh, wat ben jij toch ook heerlijk naïef af en toe. Ja, wat kan dat ding dan meer? Ik weet het serieus niet. Die regent, zeg maar, ook de hele tijd. Oh. Oh, hey. Oh, achter je. Pak hem dan. Ja, pak. Ik heb er niks aan mee te mappen. Moet ik hem met mijn gouden appel gaan heb mappen? Heb je geen zwaard meer? Nee. Hier heb je een zwaard. Alsjeblieft. Waar komt hij nou mee aanzetten? Kom. Geef dan. Had jij dat al die tijd niet? Nee, ik sloeg al die beesten met mijn schep. Oh, dat is wel grappig. Hey, hier. Dit heb je ook nodig. Hoe leuk. Oh, lampjes maken. Hey, er zit een spin. Er zit een spin. Nee, maar... Cut him. Hij komt er... Oh, nog één. Ja. Zijn vriend is er ook. Hallo. Ik weet niet wat de bedoeling is, wat hij doet, maar oké. Okay. Nou, hey, we gaan nu even daarheen, ja? Hop. Nou, ik moet eerst even Kees de Zombie zijn broer afmaken. Hier staat hij nog eventjes. Even mijn gouden appel eten, kijk wat er gebeurt. Doe maar. Hij regent niet, hoor. Had je hier nog wat gevonden? Waar? Nee, niks. Helemaal 0,00 nada. Af en toe een beetje kool, maar that's it. Hey, wat is dit dan? Is het geen eieren? Oeh. Oh, jawel. Oh, dat heb ik gemist. Oh, ik heb echt een heleboel dingen. Ik heb absorption. What the fuck? Heb jij dat ding nou al gepakt? Please zeg dat jij hem hebt. Wat? Die ijzer? Ja? Nee, ik heb hem niet. Echt niet? Nee. Is hij van de rand af? Hij is van de rand af getonderd. Dat verzin je niet. Dat kan toch helemaal niet? Hé, hey, komt de zombie aan. Dat kan wel. Nee, ik heb trouwens ook fire resistance, dus ik ga zo meteen even in de lava zitten chillen, denk ik. Ah. Echt heel chill. Dat doet hij ook, die gouden appel. Vindt hij leuk. En resistance, en absorption. Wat is absorption, Fried? Gewoon dat die damage absorbt, toch? Denk ik. Ja, maar dat doen alle dingen toch niet? Ja, maar als in dat je er geen damage van krijgt, denk ik. Ah, oké. Okay. Oh man, hoe zeldzaam kan het iron zijn, man? Jezus. Ja, waarom liet je dat blokje dan ook van de rand afdonderen? Dat was jouw fout, Harms. Ja, maar dat is het nou juist. Oh, jezus, je bent kapot. Ik haal een blok weg en er staat een skeleton. Ja, ik zag hem wel. Ik zei alleen niks. Ik had er niet onder dat ding doorgegraafd, hè, want dan vallen die Nee, maar mijn vraag is, wat doet die creeper hier? Oh! Wow! Ik werd er bijna afgetikt, joh. Zo, de knetter. Er zat ook een creeper, trouwens. Ja, maar die kan er niet ontploffen, daar of wel? Oké, okay, creeper is dood. Ik weet eigenlijk niet of die kan ontploffen daar. Wacht eventjes. Ze hebben de villagers vermoord. God! En hier moesten wij onze Eyes of Ender vandaan halen. Nou ja, dan zeg ik van, we gaan... ja, oké, okay, ik ben er klaar mee. Het is ook dag. Ik ga nou gewoon als een gek dat iron vinden. Doe dat. En dan ben ik er ook wel klaar mee. Gewoon. Zullen we naar de nether gaan? Dan gaan we naar de nether. Halen we ook nog even diamond op zo, want dat hebben we wel verdiend. Er staan er ook echt gewoon 16 mobs daar achter elkaar. Waar? Ja, daar, hier achter. Kees, er is een spin, die komt ook weer naar beneden. Ho, 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 ho. Daar is hij, Lars! Waar? Daar, hi. Hij is dood. Ga je de rest even bekijken dan? Ja, is goed. Ik hoor een kip. Een kip die beschermt mij, dat weet ik gewoon. Dat doen die beesten. Welke mobs? Daarachter! Ja, hij staat in de fik nu. Oh, daar. En er staan er echt nog veel meer. IJzer, please. Must have iron. Helemaal niks, hè? Het is best wel ernstig dat we gewoon echt... Hé, hey, ja, ik heb er één. Oh, mooi. Wat zeldzaam jullie zo. Kijk nou uit dat het niet weer naar beneden dondert, hè? Nou, dat is het grappige. Zag ik jou nou net een kip vermoorden? Nee, waar ben je? Bovenop.
Ik zag een veertje naar boven springen. Nee, dat leek zo. Oké, daar gaan we. En... hak. En weer niet. Moet ik mijn stenen pickaxe gebruiken? Waarom werkt, zou gold niet werken? Wat een onzin. Is die, heb je het weer... Oké, okay, we gaan het gewoon zo doen. Kijk, die doet het wel. Ik ga echt met een dubbele facepalm mezelf hier geven. Maar! Nu! Eindelijk! Shit. Bijna. Moet ik nog even één dingetje maken. Nog even één... zo'n prachtige kool. Charcoal. Charcoal. Maak jij eens eventjes prachtig charcoal. Ja. Zoals alleen jij dat kan. En charcoal. Oké, okay. Die doen we in de oven. Ja. En dan gaan we ijzeren oor gaan wij maken. Een ijzeren oor, Lars. Vincent van Gogh zou daar niet blij mee zijn. Want daar had hij een flink mes voor nodig. Een betonschaar. Knak. 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 Weet je wat ik besteld heb net? Een frikandel speciaal. Ja. Patatje met een kaas, dat allemaal nog meer. Heel veel. We hebben heel veel besteld. Ik heb er zin in. Ja, jij krijgt allemaal lekkere dingen. Ik heb er net een broodje met... Leverworst op. Oh, I envy you a little bit, want... echt waar? Dat is, kom op, leverworst is baas. Best waar. Leverworst is lekker. Oké, wat we nu hebben is het volgende. Een iron pickaxe. Mm-hmm. Alsjeblieft. Oh, dank u. Geef maar. Nee, dat niet. Wat maar. We dan vervolgens... Jij zegt alsjeblieft. Nee, maar ik bedoel de meeste van, kijk, hier is hij. Wij hebben emmertjes inmiddels dus. Want die had ik al wel gekregen. Oh shit. Lars. Help. Zit een skeleton daar. Ik durf niet langs. Ja joh, dan pak ik hem alweer. Gruwelijk. En hier hebben we water. Wil jij misschien ook een emmertje water? Ja, ik wil een bad. Nee, ik vroeg of je een emmertje water wou, alsjeblieft. Ja, ga. Neem een slokje drinken. En wat gaan we met de emmertjes water doen dan? Weet je nog wat ene eiland van net? Ja. Daar kunnen wij alleen maar dingen plaatsen als wij er met water langs de zijkant gaan. Let me demonstrate it to you, my friend. Ja, is goed. Ga jij maar eerst. Trouwens, allereerst hier. Waar nou weer? I've got the diamond en ik heb de emerald. Zo blij mee. Passies. Oh, trouwens, we kunnen aan het rennen wat we willen. Want we hebben natuurlijk gewoon... eten. Best wel veel. En we hebben de map verneukt. Jij hebt voornamelijk inderdaad... dat je niet zo heel erg zorgvuldig met de map bent omgegaan. Dat klopt. Oh, even kijken hoe diep het... Oh god. Lars, kijk hoe laag dat water zit. Dat betekent dat de map daar ophoudt. Dus als je iets verkeerd... Oeh. Wie gaat de dirt plaatsen? Oh, nee! Niet vallen? Kun je erbij? Nee, ik kom erboven. Kon je dirt plaatsen of niet? Oh, mama! Kun je de deur plaatsen? Eén blok is genoeg, als je weet waar die zit. Kijk. Lars kan het. Zal ik het water weghalen? Dat zou echt fucked up zijn. Oh, moedertje. Kom je weer omhoog? Je hoeft niet zoveel deur te plaatsen. Als je er eentje hebt, kunnen we de rest plaatsen. Kom maar. Lars! Kom maar gewoon omhoog. Ja, ik probeer het. Oh man, ik krijg ze... Kwaar. Oh mijn god. Lars. Nee! Val je echt dood? Ik zit ook echt gewoon in een of andere donker... Wat? What did you do? Ik kwam echt met geen mogelijkheid meer naar boven. Met geen mogelijkheid niet. Godgloeiende. Oh. Ik wou het doen, weet je, maar jij ging al. Nee, ik ging per ongeluk te... Zelfs met game mode ga ik erin. Wat is dit? Niet handig. Ik snap er niks van. Oh, je bent weer doodgevallen. Ja, ik zit in de map van een paar dingen geleden. Echt verschrikkelijk. Oké, daar kom je, hè? Ik tp je. Ik heb een déjà vu. Ja? Zo. Nou, fuck die diamonds, die hebben we niet meer nodig. We gaan even kijken wat waar alles was. Kan je niet vliegen? Oh, nee, omdat je eruit bent geweest. Jij. Maar nog even iets anders, hè? Misschien dat jij dat weet. Er zitten inderdaad diamonds onder, ja. Goed gezien. Ja, zie je wel. Lijkt wel Hunger Games, man. Oeh, er zit een portal onder. Emerald. En nog een emerald.
Hey, de end portal zit hier. Ja, dat dacht ik wel. Oké. Ik ben wel benieuwd wat er in de nadeel zit. Maar misschien dat jij nog even een vraag kan beantwoorden, Lars. Ik ben het een beetje vergeten. Nee. Maar hoeveel staat het precies nu tussen ons? Oh, kut! Zes. Kut! Er zat gewoon 5-10 iron ore in het midden. Nee! Kijk, check die kisten. Arr! 10! Dat is echt heel erg. Ik krijg even de nether in. Oh, is het een beetje leuk daar? De nether staat ook uit, Pieter. Maar dat maakt niet uit. Want we zijn er nooit naartoe gekomen. Oh, 6-5 staat er, David. Ik sta voor het eerst in onze geschiedenis voor. Oh, ik ben het echt aan het weggeven de laatste paar maps. Eerst begon jij, oh ja, dat doe ik wel. En nou ook weer van, hop, dan ging die. Ik denk, hè, Lars, wat doe je? Ik werd naar beneden gespoeld. Maar je was al weg. Nee, ik deed het echt niet expres. Ik wilde naar beneden Godgloeiende. Ja, deze keer niet, Harms. Ik wilde naar beneden kijken. Ja. En toen gooide iemand een emmer water eroverheen. En toen spoelde de vaco naar beneden. En de vaco kwam mooi niet meer terug. Man, dat onzin. Want dat water, dat stond gewoon helemaal aan het randje. Daar kun je niet per ongeluk invallen. Maar probeer die altijd omhoog te komen dan. Want ik dacht... Jawel, dat probeerde ik de hele tijd. Ik dacht gewoon dat je aan het waterskiën was of zo. Ik weet niet. Ja, soort van. Ik was aan het water trappelen met dirt. Ik probeerde... ik probeerde dirt neer te zetten, zodat ik daarop kon gaan staan. Ja, ja. Maar daardoor werd ik weer naar de rand geduwd en werd ik weer naar beneden trouwens. Ja? De kraam is aan het afvikken. Serieus? Ja. Hoe kan dat dan? De kraampjes staan in de fix. Ja, weet ik veel. Het staat in Hens. What did we do? How... De lava hier. How is the... Oh, somebody put some lava daar. Ja, iemand heeft het ding afgefikt. Ik had per ongeluk lava neergezet daar. Zoals dat je zeker per ongeluk water op die rand hebt neergelegd. Ja, Look, the sand is falling, Lars. There it goes. Zo naar beneden. Oeh, helemaal. Maar korte aflevering, 6-5. Ik ben er blij mee. Ik ga even chillen in de lava. Ik ben er niet blij mee, maar weet je... Ik neem mezelf gewoon voor. De volgende aflevering ga ik gewoon heel voorzichtig doen. Zoals ik ook de eerste paar afleveringen gedaan heb. Dat wil ik echt zien. Ik ga gewoon pussy-style doen. Dat werkte de vorige keer. Pussy-style en dan naar de overwinning. Ik weet niet of het dan verdiend is, maar jij komt er mee weg, denk ik. Dat denk ik ook wel. Hey, kijkers van DDG. Like deze video eventjes. Dat vinden wij namelijk echt super tof. Vorige keer ging het ook super lekker, dus ik hoop dat we het deze keer weer kunnen redden. En dan heb ik eigenlijk verder niet zo heel veel meer te melden. Ik wel. Ja, ik zou graag willen dat je ook abonneert. Dus David Games op Vaco Games natuurlijk. Dat is mijn co-host vanavond. Laat even achter in de reacties welke map jij wil dat wij de volgende keer spelen. Misschien heb je er zelf eentje voor ons. Zou leuk zijn. Een zelfgemaakte map. Zelfgemaakte map. Gewoon speciaal voor Lars en mij. Dus dan kun je ook op de bordjes letterlijk naar Lars en mij. Superleuk. Maar als je dat hebt, laat het maar weten. Misschien via Chunker Games eventjes de map geven. Dat wij hem in één keer bam hebben. En de opdracht van vandaag is... Oh jee. Moet ik even nadenken? Ja, ik heb een hele leuke vraag voor jullie. Oh, nou wat krijgen. Het gaat over een serie, Kingdom. De vraag is, welk Kingdom... had in opnames, dus zeg maar niet volgens een storyline zeg maar die er is, maar welk kingdom heeft daadwerkelijk als allereerste in zijn video of livestream Empire gezien? Wie was dat? De allereerste. Dan moet je echt een kingdom kenner zijn voor dat soort vragen, om dat die te kunnen beantwoorden. Hint. Dat is echt hint. Het is niet Malino en het is niet Antropia. Oeh, daar weet ik toch niks. Goed, dat was hem jongens. Wat mij betreft, doe dus even die like en abonneer op ons beiden. En tot de volgende keer. Later. Mazzel.